Ik sta momenteel voor het Joegoslavië-tribunaal hier in Den Haag. En hier begint zometeen het proces tegen de Kroatische generaal Ante Gotovina. Volgens de aanklager zouden de Kroatische manschappen tijdens deze actie onnodig veel burgerslachtoffers hebben gemaakt. De verdediging van de generaal beweert echter dat het Kroatische leger tijdens deze actie zich volledig aan de Genèvese conventie heeft gehouden. Na het 6 uur journaal kunt u trouwens kijken naar een documentaire over de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Terug naar Hilversum.